KVL10 is een landmeetbedrijf. En dat doen we eigenlijk op de meest efficiënte manier die er is. Dat doen we met landmeters op de grond en met eigen vliegtuigen, waarmee we data inwinnen. We meten vanuit de lucht met hoogwaardige camera's die in de vliegtuigen zijn geïnstalleerd. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de normale fotocamera's zoals iedereen die kent. En er zit ook een laser bij in het vliegtuig. Daarmee kunnen we ook hoogtekaarten maken en we maken haarscherpe luchtfoto's. Ja, onze opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeentes, provincies, maar ook kleine en grote aannemers. Eigenlijk iedereen die belang heeft bij geo-informatie. Wij hebben vorig jaar het snelle glasvezel-internet van Vodafone gekregen, 10 gigabit. Dat was toen waar we als eerste MKB-bedrijf in Nederland die dat snelle internet aangeboden hebben gekregen. En dat is ook nodig om onze data op de cloud te kunnen hosten. Ja, dus we hebben sowieso een bedrijf met vliegtuigen, maar we hebben producten. Klanten staan er altijd weer versteld van wat ze krijgen. En we zoeken altijd de grens op, dus dat blijft gewoon altijd uitdagend.